hard aan het werk en de baannetjes afmaken. Mark Rutte stopt ermee na 13 jaar. Maar wie wordt er dan minister-president? Dat wordt binnenkort bekend als de verkiezingen zijn geweest. En die worden volgende maand gehouden op 22 november om precies te zijn. Miljoenen volwassenen gaan dan stemmen welke politieke partijen en politici zij in de Tweede Kamer willen. De partij die de meeste stemmen haalt mag zeggen wie ze als minister-president willen. De afgelopen 13 jaar was dat dus Mark Rutte van de VVD. Voor hem was Jan-Peter Balkenende van het CDA minister-president. En voor hem was het Wim Kok van de PvdA. Alle drie deze mannen hebben gestudeerd aan de universiteit. Mark Rutte studeerde bijvoorbeeld geschiedenis. Maar zoiets is niet verplicht. Iedere volwassen Nederlander mag in principe minister-president worden. Opvallend is wel dat het, tot nu toe in Nederland altijd mannen waren. Maar dat zou dit jaar kunnen veranderen, want er zijn nu twee vrouwen die de baan ook willen hebben. Bij de VVD is dat deze vrouw, Dilan Jesselgus. En bij de partij BBB is dat Mona Keizer. Deze man zegt het trouwens ook graag te willen, Frans Timmermans van de PvdA GroenLinks. En volgens de peilingen willen veel kiezers het liefste deze politicus, Pieter Omtzigt van de partij NSC. Jee, dankjewel. Maar wie echt de nieuwe minister-president wordt, dat weten we dus pas na eind november.